Welkom in de tweede video waarin je gaat leren hoe je met de vlammen kan werken, hoe je de vlammen kan aanroepen. Ik hoop dat je de vorige video eerst geluisterd hebt, zodat je ondertussen weet wat de vlammen zijn. En dat je ondertussen ook al beseft dat het heel eenvoudig is om met de 6-9 vlammen in contact te komen en ermee te werken. Wat ik jou zo ook zeker aanraad is om naar de playlist te gaan op YouTube hier, waarin dat er een tiental transmissies gratis beschikbaar zijn voor jou. Volg jouw leiding, je intuïtie en kijk naar welke video dat je toe getrokken wordt. Beluister de video en laat eigenlijk de vlammige werk doen. Je kan nooit te veel energie krijgen, je kan er nooit te weinig krijgen. Je zal altijd exact datgene krijgen wat je nodig hebt. En het leuke eraan is, aan werken met die vlammen, is dat je eigenlijk gewoon alleen maar je intentie nodig hebt. Dat is het enige dat je moet gaan gebruiken. Nu, in de vorige video heb ik al gezegd dat er voor de 7 hoofdvlammen, de hoofdstralen en kristallen tempel beschikbaar is in de etherische werelden. Maar dat is niet zo voor elke vlam of straal. Er is bijvoorbeeld ondertussen al een combinatie van verschillende stralen. Dat ga je ook zien in die transmissies die ik gemaakt heb. Bijvoorbeeld de zwart diamantenvlam, of de diamantviolette vlam, of de paarsgele vlam, of maakt niet uit. En dat is een combinatie van verschillende vlammen. En daarvoor bestaat er geen één unieke tempel. Nu, lichtwerkers die belast zijn met het ankeren van deze stralen, worden ook wel bewakers van de heilige vlammen genoemd. En dat is hetgeen waar we nu in 2024, waar ik nu die audio hier opneem, ook hetgeen is waar we eigenlijk mee verder gaan gaan. We gaan codes in de lichtlichamen activeren, zodanig dat die vlammen niet alleen bij andere mensen ook uitgebreid worden en geactiveerd worden, maar ook gewoon op verschillende plaatsen over de volledige aarde. En dit proces van activatie gebeurt uiteraard allemaal onbewust. Nu, bij degenen die ermee bezig zijn, waaronder ik zelf en een aantal collega's, wij zijn er wel bewust mee bezig, omdat wij ook die informatie doorkrijgen van waar we heen moeten gaan, welke vlam waar moet geactiveerd worden en zo verder. Maar de meeste mensen hebben eigenlijk totaal geen idee van wat er zich allemaal op fijnstoffelijk niveau, dus onbewust, plaatsvindt. Nu, als dat niet jouw missie is, maakt dat ook niet uit. Je hoeft dat ook niet allemaal te weten. Dat is niet de bedoeling. Nu, je kan er wel voor kiezen om met de vlammen en stralen te werken door middel van een meditatie. Dat kan je perfect doen. Maar dat is geen voorwaarde om met die vlam of die energie te werken. Het is de bedoeling dat je de vlammen en stralen zodanig integreert in je leven, zodanig dat je ze overal kan gebruiken en op elk moment van de dag gaan aanroepen. Het maakt niet uit of dat je in het verkeer staat, of in de file, of in de winkel. Maar zodra je voelt van oké, er is hier healing nodig, ik moet hier mijn energie beschermen, ik heb hier extra kracht nodig, extra vertrouwen, wat dat ook maar is, dat je in een instant seconde het kan aanroepen en gebruiken. Net zoveel als dat je jouw tijdslijn op sociale media zou checken en door je mails scrolt. Nu, wanneer je met de vlammen en straal wil gaan werken, is het ook niet nodig om alles te kennen vanuit de mind, dus vanuit het rationele. Het is veel belangrijker dat je de verbinding leert maken vanuit je hart en vanuit je eigen energie. En dus stem je af op de vlammen en stralen, je vraagt een hulp, een leiding, voor inzicht of wat dan ook, en dan ga je gewoon gaan ontvangen. Meer is het niet. Het belangrijkste daarbij is, dus bij het werken met die vlammen, is dat je vertrouwen hebt in jezelf, zodat je inderdaad via die intentie verbinding kan maken met die vlammen en die energie. Met andere woorden, heel simpel uitgelegd, hoe werk je met de vlammen? Je stelt een vraag, je verbindt met de vlammen en je ontvangt. Zo eenvoudig is het. Dus klamp je niet vast aan voorgeschreven visualisaties, want dan ga je een stuk ook die boodschappen weer gaan sturen en die dan veel te veel ook gaan doorkomen via je ego of via het ego van iemand anders. Hoe die verbinding met de vlammen en stralen is eigenlijk ook niet zo belangrijk, omdat uiteindelijk de beleving is en de ervaring is ook voor iedereen anders. Maar net door open te zijn en niet te veel vast te houden aan voorgeschreven paden, dan ga je jezelf openstellen zodanig dat andere onverwachte boodschappen ook kunnen doorkomen via je lichtteam en dus via de stralen tot bij jou kunnen komen. In het boek 96 Vlammen staat er wel een stappenplan van hoe je bijvoorbeeld met de vlammen zou kunnen werken, maar ook dat is niet noodzakelijk om te volgen. Hetzelfde met de transmissies die hier op mijn kanaal beschikbaar zijn. Dat is ook maar één manier om met de vlammen te werken. Maar het is een idee van hoe dat allemaal kan gaan. Maar opnieuw, het is geen vereiste. Het is niet de enige mogelijkheid. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Het is veel belangrijker dat je het doet op de manier zodanig dat het voor jou goed voelt en dat jij ermee resoneert. Want tenslotte, je ziel weet hoe dat die vlammen werken en hoe dat die de vlammen kan activeren om vervolgens de stralen dan doorheen te laten stromen. Dus werk met je intentie en de juiste straal zal je verder genezen en healen wat dat stuk is waar je tegenaan loopt, wat dat is dat je nu nodig hebt. Dus vertrouw erop dat de straal zich vervolgens ook als een vlam dan in elk chakra zal verankeren om zo weer jouw kristallijne lichaam, lichtlichaam vorm te geven en te versterken. Want we zijn immers allemaal aan het groeien naar galactisch mens, waarbij we naar de ascensie ons fysieke lichaam kunnen meenemen als we dat zouden willen. En op die manier gaan we eigenlijk de beperkingen en de grenzen van het huidige fysieke lichaam gaan overstijgen. Maar we zijn dat belangen nog niet natuurlijk. Hoe meer je met de vlammen gaat gaan werken, hoe meer je hun energie gaat verankeren in je lichaam. En dat is de verantwoordelijkheid van elke mens. Dat betekent dat mensen door de vlammen te gaan ankeren in hun lichtlichamen ook verantwoordelijkheid gaan nemen over hun gezondheid en hun eigen leven. Want dat is tenslotte wat de meeste manifestator doet. Door het leven voor jezelf te gaan verbeteren, ga je eigenlijk co-creëren met de mensen naast jou en samen met het universum en gaan we samen een nieuwe wereld gaan vormgeven. En dat geeft een goede invloed op de aarde en op de rest van het universum. Waardoor we opnieuw die eenheid en individualiteit mogen gaan ervaren, maar op een microniveau. Nu, waarom is de kennis over het bestaan van de vlam belangrijk? Omdat je zo ga je leren hoe dat de vlammen op een efficiënte manier gebruikt kunnen worden, zonder dat je de kracht ervan misbruikt. Want dat is al eens gebeurd in tijden van Atlantis en Lemurië en dat willen we dus niet opnieuw gaan meemaken. Het is belangrijk dat de vlammen gebruikt worden vanuit zuiverheid en liefde is de eerste stap naar het terugbeheersen van onze helende manifesterende krachten. Zoals ik daarnet ook zei, de kracht van de vlammen werd in de geschiedenis al meerdere keren misbruikt. Dus denk maar aan de verhalen rond de verloren beschaving van Atlantis en Lemurië, waarbij de hebzucht en het willen controleren van anderen ervoor zorgen dat veel planeten vernietigd zijn. En daarom wordt er nu heel zorgvuldig bijgehouden hoe de mensen evolueren, hoe dan verder ontwikkelen naar een hoog bewust wezen in een kristallijn lichaam. En ondertussen staan we op zo'n kritiek punt waarin de uitkomst van de ontwikkeling van ons ras bepaald wordt. Veel samenlevingen buiten onze aarde en ook op onze aarde observeren ons mee om de vruchten mee te plukken van de ervaring die wij nu aan het opdoen zijn als mens. Want het is de eerste keer dat in het mensengeheugen is, maar dat klopt niet, het is veel ruimer, dat een ganse planeet, dus niet alleen de planeet zelf, maar ook iedereen die erop leeft, ascendeert in één fase of in één proces. En dus vandaar dat andere samenlevingen, ik ga het zo noemen, meekijken omdat zij op hun beurt het dan ook kunnen gaan implementeren op hun planeet. Dus net daarom is het ook super belangrijk om je niet zomaar in te laten met fake news, met paniekzaaierij, maar focus op wat dat belangrijk is voor jezelf. En met andere woorden, gewoon, wat is belangrijk? Jezelf. En dan ga je ook zien dat de stress en de energie van de collectieve angsten, dat je die niet langer onder controle hebben. De rust die je zoekt, die is al in jou aanwezig. En het is dus belangrijk dat je telkens die beweging maakt naar binnen. En de reflectie maakt om de vlammen om hulp te vragen, ondersteuning te vragen. Zodanig dat je jouw weg vindt terug naar jezelf, terug naar je authentieke energie, terug naar je kern. Op een manier die bij jou past. Want we zijn ook allemaal een andere uitdrukking van de bron. En daarom is het belangrijk dat je zoekt waar dat er voor jou werkt. En dat je niet gewoon maar klakkeloos gaat gaan overnemen wat iemand anders doet. Nu dat gezegd zijnde, ga ik jou in de derde video, dus de volgende video, uitleggen waarom dat de vlammen ons lichaam ook gaan voeden. En genezen en balanceren. Hoe dat werkt en wat je daar eigenlijk rond mag over weten.